pleuren gewoon die 99% neer. Oké, trek dit hele stuk er. Oké, daar ga je op. Ja, oké, hoi hoi. Goedemorgen iedereen. Oh, wat ben ik lekker wakker geworden. Ik heb een goede nachtrust gepakt. Ik heb heerlijk geslapen. Ik ben helemaal fresh. Ik kom net uit de douche. En ik open mijn pc. En kijk eens wat ik zie staan. Dat is gewoon 99% op de millicounter. Horen jullie wat ik zeg? Besef wat jullie gedaan hebben. Ik zit op 99% van de millicounter. Hey! Miljoen is gewoon in zicht. Schoon in zicht, jongens, hoe kan dat nou? Ik gedraag hem als een debiel op internet. Mensen gaan me gewoon volgen. Dank jullie wel. Ik snap het zelf ook echt niet, maar dank jullie wel. Enorme dankjewel. Ik mag dit gewoon weghalen zo op. Gewoon helemaal zo. Mogen we een nieuwe stoel gaan maken? Een nieuwe balk zo. Streepje hier, streepje daar. Streepje zo. Streepje zo. Oh, die is echt heel dik of zo. Huh? Maakt niet uit, bro. We pleuren gewoon die 99% neer. Oh, wat raar. Besef, nog maar 1%. Ja, het zijn alsnog 10.000 mensen die moeten volgen, maar het is 1%. Dat is in vergelijking met wat we hebben gedaan, is dat natuurlijk gewoon een peulenschil. Oh ja, en er mogen ook nog 2 streepjes bij op de tankcounter. Dus dan pakken we Mark aan. Die 2 blauwe streepjes trouwens, die irriteren me dood aan. Dus ik zet even 4 streepjes neer en dan met zwarte. Ik was mijn markers kwijt, ik heb ze weer gevonden. Zo, maar even kijken, is mijn hele whiteboard weer bijgemaakt. 1, 2, 3, 4. Ik zag trouwens zo'n zieke comment. Ik heb 4 april 2013 heb ik mijn YouTube kanaal aangemaakt. Wat nou als ik 4 april 2021 1 miljoen abonnees haal? Dan heb ik er gewoon precies 8 jaar over gedaan. Maar het ziet er dan uit dat ik het eerder ga halen, maar het kan. Het is vandaag voor mij. Welke dag is het? Het is zondag 7 maart. Dus ja, dan moeten we even nog flink wat dagen. Maar ik groei ongeveer 1000 abonnees per dag op het moment. Dus waarschijnlijk halen we dat gewoon veel eerder. Maar dat zou wel heel ziek zijn hoor, na 8 jaar. Althans, mijn YouTube kanaal is 4 april 2013 aangemaakt. Vanaf daar ben ik gewoon gaan kutten, gaan kloten, mensen in de zeik nemen, gaan pranken en zo, gek doen, dingen slopen. En uiteindelijk ben ik gaan vloggen. En nu zit ik hier. En ik ben nog steeds lelijk, dus wat schiet je ermee op? Helemaal niks. Nee. De 100.000 playbutton heb ik al, nu bijna die gouden. Gaat het dan echt werkelijkheid worden? Ik weet het niet, maar zal ik deze verrotte appel die hier al een paar dagen staat opeten? Kans 1 op 10, 0. Oh mijn god, gemiste oproep van Shahid, bro! Jouw bro! Jouw bro! Ik ben onder de weg. Ben jij onder de weg? Dat is niet goed, je moet op de weg rijden, vriend. Ja, dat mag. Normaal rijden, hè, AB? Ja, ik rij gewoon zoals altijd rijden. Oké, okay, 200 linkerbaan, goed zo. Ja, zie zo. Oké, maar hoe lang moet jij nu nog? Een half uurtje. Oké, ga ik ook rijden. Yo, nou jullie horen het. Ik moet er vandoor. Let's go! Ik moet iets gaan ophalen, jongens. Weet je wat het is? Het is mijn op maat gemaakte dildo. Of mijn Lambo. Ik moet mijn Lambo ophalen. Dat andere niet. Dat is pas straks. Helemaal niet, bedoel ik. Ik weet niet wat ik allemaal doe. In ieder geval, home sweet home, baby. Die wagen van mij, die zit dus helemaal onder steenslagfolie. En nou heb ik één probleempje. Het laat los. Ik doe even de garage open. Dan kun je het beter zien, hè? Kijk, moet je kijken. Oh, wat lelijk. Dit is dus niet mijn lak, voor de duidelijkheid. Het is een folielaagje om mijn lak juist te beschermen tegen steenslag. Maar er is hier een gaatje in gekomen, in die folie, door een steentje. En daardoor is het helemaal los gaan raken. Het hoort eigenlijk 10 jaar erop te zitten. Nou, het zit er geloof ik 2 jaar op. Dus het is waarschijnlijk verkeerd geplakt, maar dat gaat vandaag gefixt worden. Ik heb het dus niet alleen aan de voorkant, ik heb het ook op een paar plekjes aan de zijkant. En ook hierachter, waar was dat ook alweer? Even kijken of je het ziet met het licht. Maar zie je die, dit is ook los, die bultjes, zie je dat? Dus er moet gewoon even nieuwe shit op, joh. Dus let's go. Moet je horen, bro! Heb ik nou geluk dat ik naar een rapper moet bij mij ontzettend dichtbij in de buurt en dat ook precies Shahid vandaag daar een afspraak heeft? Top geregeld. Eens even kijken, ben ik de eerste of is Shahid de eerste? Volgens mij ben ik de eerste. Oh, staat een dikke AMG. Dit is zo'n AMG met een speciale motorkap. Wacht, ik ga het even laten zien. Kijk, deze Mercedes bedoel ik. Dit is vet. Ik zie je normaal alleen zo'n glazen kap bij een blok die achter ligt. Maar nu zie je hem gewoon liggen zo. Kijk, dat is ook een soort decoratie. Fucking vet. In ieder geval, ik ben beland bij Duke Design. Die gaat het helemaal regelen. En Sheet is er ook. Oh jongens. Ik heb het niet gezien, Don. Wat zeg jij? Het is er. Oh, trekt helemaal door hier binnen. Vet man. Maar ik hoor het al. Er zat geen goede folie op, hè? Nee, zo geen goede folie op. Officiële X-spel, nee. Oh. Ja, je hebt dus X-spel, dat is eigenlijk het soort aanmerk van de steenslagfolie. Mij is verteld dat erop zat,
Maar dat zit er niet op, dus ze gaan het er nu aftrekken. Ze gaan het er aftrekken, moet je kijken. Oh, ze zijn al begonnen. Trek je dan de lak niet mee? Nee. Kijk hoe dik dat is, joh. Je hebt een klein pitje om je lakje. Klein pitje in de lak? Ja. Ja, kun je nagaan als je die folie niet hebt. Oh. Oh ja, heel minuscuul hier. Kun je dat zien? Ja, dat zie je op camera. Het is echt dik. Maar als het helemaal los gaat, trek je het dus zo makkelijk af, blijkbaar. Nee, hier, ja. Hier omdat het vocht al onder is geweest. Dit niet, dus hier ga ik een stomer voor gebruiken. Maar hier is het vocht onder geweest. Dan stoom je het eraf of zo. Ja. Ben je klaar voor? Oké, trek dit hele stuk eraf. Oké, daar ga je op. Hoppatee. Wow, zo makkelijk? Oh. Ja, je moet ook toch? Ja, tuurlijk, snap ik. Wow, wat gaat dat makkelijk? Ja, nee, dat is geen goed... Dat hoort niet, nee. Shay, doe jij het nou maar niet, want ik zie het alweer dat jij wel de lak eraf trekt. Ja, nee, het is een stuk groen is al. Ja. Shay. Shay. Sommige de... Eikel. Dit hoort dus echt niet, hè. Dit hoort dus echt niet. Normaal als het erop zit en je trekt eraan, kan je hele lak mee trekken. Waarschijnlijk zit er een of andere Chinese troep op of zo. Maar ze gaan het hier helemaal mooi regelen voor me. Dus dat geldt ook voor Shay. Die heeft de gele rap eromheen zitten. Heeft iemand hem ooit mee verrast? Is hij eigenlijk stiekem niet zo heel blij mee, dus hij wil hem eraf hebben. Nou, zijn echte kleur is wit, dus ik ben benieuwd wat hij ermee doet. Hey, blijft hij wit of ga je hem nieuw rappen? Laat je kartje. Reffen bro, reffen. D eerst D. Reffen bro. P, zet hem in zijn P. Reffen bro. Ja. Reffen bro. Goed. Ja, kom. Maar gaat hem wit houden nu dan? Net als je tandjes! Is dat een ja of nee? Ja? Ik weet het nog niet. Het wordt een verrassing. Ik kan hem nog niet verklappen. Oké. Okay. Oh. Ja, gebroken. Ja, ik kijk naar boven. Hij zegt, ik ben 1 meter 84. En ik heb een Lamborghini, maar stel je voor je bent 2 meter 5. Letterlijk 2 meter 5 en je wil een Lambo hebben. Dat zit niet heel lekker, denk ik. Jezus man, je knieën komen bijna boven het stuur. Je zou er oprecht niet in kunnen rijden, denk ik. Nee, je kan gewoon niet het stuur heen. Ik kan het niet echt opzoeken. Kijk, je hoofd zit ook schuin. Nu eruit komen nog. Jezus, let op deze reus. Let op. Wow! Mensen boven de 1,95 kunnen gewoon oprecht niet een supercar hebben. Dat kan gewoon niet, past gewoon niet. Als je binnenkomt, kom je in deze ruimte terecht. Super gezellig. En dan heb je hier zo, heb je de workspace. Maar ik zat te kijken, ik denk, wow, wat een kluisdeur. Ik denk, dat is diefstal bestendig of zo. Maar het is dus verbrand. Als er brand uitbreekt, dat het van elkaar gescheiden blijft. Nou, hier, dit is ook gewoon diefstalbestendig, denk ik hoor. Jezus. Nou, we gaan er van tussen. Sheet krijgt deze mee als leenauto. Dan gaat hij mij thuis brengen in de leenauto. Sheet, gooi eens even een reffie dan. Start hem maar. Zo. Morgen. Oei, yo. Wow. Hij ruikt goed. Het kan nooit anders zijn. Je hoort die turbos ook fluiten. Hey Dennis, wat heb je eronder zitten dan? Dit is stage 2, getuned. Alleen getuned? Ja. Geen andere, geen downpipes? Ja, geen downpipes, KNM, raceluchtfilters. Je hebt alles gedaan dus. Raceremmers zitten hier al op. Ja, wat voor merk? Of hebben we gewoon zelf? Zelf, custom downpipes. Custom downpipes. Mooi man. Klinkt fantastisch. Wow. Nou, meneer, gaat u zitten. Oh mijn god. Hier, wacht. Kom maar met die deur, ik hou mijn knie ertussen. Ik kan er niet in. Sorry. Jawel, je kan er wel in, kom. Dit is iets wat wij heel graag willen zien, dat hij achterin gaat zitten. Probeer het even dan. Ja, kom. Probeer het op zijn minst. Ja, top. Dit is top. Je stoel iets naar voren. 2-5. Oh mijn god. Oh, lekker. En nu de stoel naar voren. Dan zit ik boven op het stuur. Ja. Oh mijn god. Oh, oh, oh. Hoe zit dat daar? Dit is achterwiel, hè? Geen vierwiel. Nee, weet ik. Ik doe heel voorzichtig. Okay. Maar ik zet hem ook even niet in sport. Dan ga je lekker, neefje? Ja, natuurlijk wel.
Hij is fucking groot, joh. Ja, we zijn al heel lang vrienden. We gaan nu in de Mercedes van Dennis. Hoe pk? 8 uur aangedreven, 700 pk. 700 pk, op de achterwielen. Op de achterwielen. Ja. Dus hoe lang doe jij met bandjes? Dat gaat niet goed komen. Oh, deze gaat bijna op. Morgen worden ze vervangen. Morgen nieuwe banden. Morgen nieuwe banden. Maar je dus doet ze zijn 3000 kilometer mee of zo. Ongeveer. Ik heb morgen een hernia. Ik kan nog een beetje naar voren, wil je dat? Heel graag. Man, wat een stomper. Zoiets. Iets meer ruimte. Volgens mij... Doe voorzichtig hoor met je schatje. Hey Leon, volgens mij kan je niet eens in de achtbaan of wel? Nee. Hoe zit je met drijven? Ik zit daar beneden. Oké, dan gaan we. Succes. Wel een beetje hard wegrijven voor de jongens. Dat is zielig. Wel hard wegrijven voor de jongens. Hey! Wel taggen, hè? Hey, wel taggen. Wow, hij glijdt al. Ja, ik zit amper gas. Hoe laag is dat ding? Zo. Net een varken, hè? Ja, het is koud. Ja, je moet een vriend. Zie je het goed filmen, bro? Ja, bro. Zie je het kan altijd zo goed filmen. Echt een lul, hè? Je wordt er wel beter in, hoor. Ja, hè? Ja. Ik las het in de comments. Nu nog minder op je telefoon zitten. Hoor dan. Gas, hij gaat glijden. Ja. Ik trap amper het gas in. Je rijdt al 200, hè? Bij 80 mag, nee, ga verder. Hij let ik 45. Hij heeft gewoon geen grip. Hij heeft nul grip. Ach, daarom wou ik je mist ik weer een 6 door, wat een bademar. Nou, van McDonald's dan. Don, je bent mijn vriend niet meer. Ik zit echt niet goed. Ja, we zitten wel bij de Mac, dus 5 minuten rijden. Dit ken niet, hoor. 4 minuten. Ik hou dat niet vol zo. Ik krijg een hernia. Wie wordt dan ook 2 meter 7? 7? Of hoe lang ben jij? 5. Oh. Niet overdrijven nou. Maar. Oh. Ik geef zo weinig gas en hij wil al gaan zoeken. Kijk, dit is beter. Shit, ik heb iets voor hier. Oh, ik trakteer. Fijn. Maar dan moet je wel even... naar buiten. Vind je heel goed. Oh. Ik moet hem even in zijn drijf zetten, man. Oh, wat geluid, hè, die V8. Oh, die spoilers, jongens. Die zijn toch wat... Au! 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 Oh, die deed pijn. Dat is nog warm. Gooi de recht in mijn oog. Dat is voor de snik in mijn friet. Ja, in mijn friet, patat. Want ik kom aan het gewoon, ik kom niet uit het verzuigen. Ja. Weet je hoe dat komt? Die spoilers zijn voor meerdere dingen goed, wou ik zeggen. Jij gooide die Haribo in mijn gezicht, dus nu staan we kiet. Kijk maar. Flashback! Kut. Jij denkt maar dat je alles mag van mij. Ik zit hier in een kooi en jij bent vrij. Heb jij gemorst? Kijk naar je jas. Wat heb jij voor een... Mijn penis heeft gewonnen. Wat? Van de vrouw. Wat is dat voor een vrouw? Heb je een... Je begint al op jonge leeftijd snorretje te krijgen, Gio. Oh, dat is snel weg. Jij ook. Even een online afspraak maken. Hij begint op late leeftijd snorretje te krijgen. Ik ben 21 en ik heb echt... Het ziet er niet uit, man. Het ziet er niet uit, toch? Je doet raampje open, raampje open. Hé, ik durf te wedden dat jij in je leven nog nooit gekleineerd bent. Die heb je sowieso al een keer gehoord, dat kan niet anders. Nog nooit? Hoe dan? Ja, houd je er heel erg in de gaten, man. Hij zit helemaal te kijken. Hij wil gewoon dat je hem een keer intrapt of zo. Shit. Politie volgen. We rijden, ik zeg shit, er is een motor, misschien is het een undercover. Het ziet er wel zo uit, dus let een beetje op je... geluid en op de snelheid. Maar hij heeft op dezelfde. Daar ga je al. Hier, kijk, politie. Uh-oh, hier heb je rijbewijs bij. Nou, Gio, ja, nee, wat wordt er, denk je? Geluidsoverlast? Dat denk ik wel. Ik kan ook een waarschuwing, maar dat is niet heel vaak het geval. Wat denk je? Ik denk. Gewoon even thuis. Hard rijden en ook. Ja, maar hij reed niet heel hard. Het was meer dat hij heel erg aan het knetteren was en op te trekken gewoon. Dus ik denk gewoon een uitdaging of geluidsoverlast of zo. Bedankt, meneer. Ja, succes, jongens. Oké, hoi, hoi. Nou, een waarschuwing voor Sheet. Nou, ben je er blij mee? Ja. Ja. Het was gewoon dat geknetter, hè? Ja, dat geknetter, ja. Dat is echt zo lijp.
Ja. Nou, gas erop. Hij zei dat hij liever er niet op wilde. Ik zit 10 minuten in die auto. Ja, maar gastje was... Ja, hij wilde liever niet van dichtbij vol erop, dus dat accepteren we gewoon. Hey, die boxdingen. Dat was heel snel, man. Zie je het gasten rijbewijs. Hij checkte je naam en toen mocht je weer door. Hij zei gewoon, kijk uit, let op je snelheid, let op het geluid. Helemaal best. Nou, sheet heeft me weer afgezet. Ik ga even bij de carspotter staan. Ook met mijn camera. Normaal doen! Oh, wat een lul is het. In het midden in die woonwijk. Sorry. Hoi! Hey bro! Ik rij zelf altijd heel normaal hier. Hij loopt me op te naaien. Godverdomme. Oké, ik ben echt net binnen bij mijn huis, maar ik weet niet hoe, maar ik zit helemaal in de tv. Ik ben een filmpje aan het kijken hoe je moet leren moonwalken. Weet je, die Michael Jackson moonwalken, deze guy legt het uit aan me, ik probeer het te leren. Kijk, ja, hij zegt nu van zo hoort het niet, maar kijk. Kijk, iedereen wil toch die, als je de moonwalk doet, als je gaat moonwalken, hoor je altijd iedereen dit doen. Omdat het niet, je moet dus blijkbaar helemaal die voet niet gebruiken die je beweegt of zo. Het is zo hard. Je moet gewoon leunen op je tenen en dan deze moet je gewoon laten glijden. En dan wissel je om en dan... Ik heb geen idee, het lukt me echt niet. Het lijkt me zo ziek dat je gewoon op een feestje bent en dat iemand zegt, waarom dans je niet of zo? En dan zeg je, hold my fucking beer. En dan ga je staan zo, dan doe je even ik wil even en dan cringe iedereen een pauwpar. En dan doe je echt de meest smooth moonwalk die er is gewoon... Niet die, maar wat ik moet leren. Oké, ben je tijd aan het oefenen? Hoe vinden jullie dat het gaat? Zit er even op de lijstje dan bij? Als ik iets in mijn hoofd heb en ik wil het leren, dan kan ik niet stoppen totdat ik het voor elkaar heb. Dus nu ga ik elke dag weer dit doen. Ik ga er bijna over dromen straks. Hij moet zo vloeiend zijn dat mensen echt met een bek vol tanden staan. Dat wil ik. Dat soort trucjes of dingetjes of kleine, ja, dat soort shit wil ik gewoon kunnen. They trust me, I hope that that's my best imagination. Oké, ik ga een belofte aan mezelf maken. Als ik hem binnen een week niet kan, dan hang ik mezelf op en anders niks. Even kijken hoor, even kijken, doet deze het? Ja, Bobo, kom eens. Kom maar, steek ik hem aan voor je, kom. Steek ik hem aan, kom. Je moet toch poffen even of niet, hè, Drerry? Dat doen we niet, hè. Jawel, Bo. Gewoon poffen en anders niks. Mam, jullie hadden toch vroeger een hond? Een labrador, toen jij mijn leeftijd was en die kon toch peuken roken? Flat-coated Red Reaver. Nee. Er is iemand, of ja. Een van mijn ooms of opa, die vertelde dat jullie een hond hadden, een labrador. En die hield alles vast en dat jullie hem ook peuken konden geven, opsteken en zo. Ja, toen kon dat nog, dat kan natuurlijk echt niet. Ik denk maar... dat opa is geweest in zijn jonge jaren. Nee, opa zei, toen jullie kinderen waren, mijn ooms en jij, dat die hond, die zwarte hond die jullie hadden altijd, die foto's die bij opa en mama. Dat was Roak en dat was een flat-coated Red Reaver en die rookte geen peuken. Echt niet. Volgens mij heeft opa het inderdaad aan mij verteld. Heeft die vent maar een peuk? Die creep voor het raam daar. Wat gaat hij doen? Nee. Waarom staat hij buiten? Daar opa zitten opscheppen. Nee, opa die liegt nooit. Hij zit maar met zichzelf, hij rookte zelf peuken. Nou, maar waarschijnlijk deed hij dat niet waar jij bij was, want jij bent een enorme dierenvriend, dus... Dat zou kunnen. Alles wat we in dat beestje bekduwden, hij hield het gewoon vast. Nee, hij deed een peukje erin, hij deed een vuurtje er zo bij. Ik kan me dat ook van Roak helemaal niet herinneren. Je kan niet herinneren. Hey, dat ze überhaupt, dat die hond dat deed? Ja, ik ga nu opa bellen. Ja, bel opa maar. Hoi Dan. Goedenavond, spreek ik met de knapste man op aarde. Juist, ja. En omstreken. En omstreken. Ja, dat is ook aarde dan. Ja, dan zeg maar eens. ik krijg hier bijna een discussie met mijn moeder, met je dochter, want... jullie hadden toch vroeger een hond waarbij je een peuk in de bek kon douwen, dat die peuken vasthield en rookte? Ja, bij hem wel een hond gaat je hangen en gewoon die peuk in je bek, ja. Maar wie? Nou, niet, dat was ik er niet. Maar was dat nog in mama der jeugd? Dat was Ringeltje niet en Roak ook niet. Wat zegt je moeder? Die zegt dat waren de honden Ringeltje en Roak ook niet, dan. Nee, dat was Pepi. Pepi. Oh, ja, Pepi pap, dat was... Pepi, wat een naam. Ik heb Pepi nooit gekend. Dat was een dwergpoedeltje, Pepi. Nee, dat... Maar Roak ook, ja. Roak. Ik kan me er niks van herinneren. Ja, Roak. Ja, dat is zo, ja. Ja, maar dat klinkt alsof Roak dat... Jij vertelt het alsof Roak dat altijd deed. Nou... Ja, ik hoor je allemaal hondennamen, maar één ding is zeker, dat ik heb gelijk en dat vind ik chill. We hebben ook een hond gehad.
kijken, man. Geen Studio Sport? Nou ja, ik had een hekel aan Studio Sport. Maar waarom keek die hond geen Studio Sport dan? Ja, daar had ik wel een bal, denk ik. Maar hoe kwamen jullie zo aan die discussie dan? Ja, omdat Bo was hier met een kluif in de wafel en dat lijkt net op een peuk. Een hele lange sigaar. Ja. Kijk, jij hebt mij dat een keer verteld. En ja, ik heb dat onthouden. Maar mama zegt, nou, het is helemaal niet zo. Dat heb ik in mijn jeugd, daar heb ik niks van meegekregen. Dus ik kan daar niet tegen, want ik weet zeker dat jij of een van mijn ooms het aan me verteld heeft. Dus vandaar de discussie. Ja, maar dat kan je moeder ook niet meegemaakt hebben. Want Robak is dus eigenlijk niet uit de jeugd van je moeder. Maar Pepi wel. Welke honden waren het nou, Mike? Ik weet niet. Hij is echt in de war. Geef mijn vader eens. Wat zegt hij nou? Dat Roach niet in mijn jeugd was? Nee, in mijn jeugd. Nee, natuurlijk niet. Papa, Roach is gekomen. Dat is de zwarte flatcoated red die de gang openkrabbelde. Zo chaotisch dit. Wat jij dus daarmee zeggen, toch ook al een jaar 16, 17? Ja, 15 denk ik. Ja, zoiets, ja. Nou ja, goed. Ja, nou, dan ben je ook nog jeugdig. Oké, okay, ja, dat noem ik jeugd, ja. Dat je bedoelde dat je nog jonger was. Oh, oké. Okay. Nee, dat was een ringeltje. Hé, maar opa, die ene hond, hè, ik heb een vraag voor jou. Die likte of Pepi alleen? Hoorde je hem of niet? Nee. Oh, kut. Ik zeg die hond die van jou was vroeger. Ik zeg, likte die of Pepi ook? Ja, dat vind je wel leuk, hè, vies beuk? Ja, zo ging dat. En anders niks. Zo ging dat gewoon vroeger. En anders niks dus. Zo werkt het. Ja, lukt ze. Oké. Jij ook. Mam, kan je mij eens filmen? Ik heb iets proberen te leren vanavond. Dan moet jij oordelen van cijfer 1 tot 10 of ik het goed kan. Oké, kan ik het al een beetje? Ik heb denk anderhalf uur aan één stuk door heb ik deze beweging gemaakt. Moet jij kijken of ik het een beetje kan? Wacht, let op. Ja, je maakt vorderingen. Maar er is er één die het beter kan en dat is je vader. Echt? Kun je dat noemen ook, man? Wat? Weet jij dat niet? Wat een verwarring allemaal vanavond. Ja, ik kan het dus. Ik heb helemaal stijve poten, helemaal kuiten. Kan je echt een moonwalk pakken? Ja, dat heb ik lang niet gedaan. Nou, je hebt een paar jaar... Je hebt een paar jaar niet gedaan. Nou, het is... staat helemaal krom, ja. Het lijkt wel of je loopt en dan... Vroeger stond je gewoon rechtop. Ja. Ja, maar kijk. Hey, je gaat richting de 60, hè? Dat doe je gewoon. Oh, de deur. Ja, moonwalk en ook op andere planeten. Ik ga het aan. Hey, twee, ja. Ja, eerst en dan. Maar ja, niemand kan zoals Michael Jackson, hè, behalve echte professionele dansers. En nu vooruit. Oh. Nee, dat is niet te doen. Dat niet. Maar. Ik ben zo afbeloofd. Kun je zo beloofd dat binnen een week wil ik het soepel echt kunnen. Nou, nog eentje pakken. Ja. Jezus, nou. Maar kon niet vroeger beter dan? Ja, gewoon heel zoals Michael Jackson echt. Ja? Ja, echt snel en echt top. Kijk eens, hij is helemaal... Hij is gelijk helemaal krom. Ja, hij wil niet zeggen, maar hij heeft een hele zere knie. Oh, echt? Hoe kan dat dan? Het is gevallen. Slijtage. Ja, slijtage bro. Oké, dames en heren, dat is dan. Heel erg bedankt voor het kijken naar deze vlog. Heerlijk vloggie. Ik heb ervan genoten. Ik heb hem net geëdit. Helemaal top. Ik hoop dat jullie ook genoten hebben. Mocht het nou zo zijn, vergeet zeker niet te abonneren hier beneden. En dan ga ik jullie morgen zien om 5 uur. Dames en heren, bedankt voor het kijken naar deze vlog. Ik ga zeggen wat ik altijd zeg. En dat is tot de volgende video. Later. Ha ha ha.